We zijn weer gearriveerd in Gassel. En na een heerlijke wandeling of fietstocht is het tijd voor een pauzemomentje. En dat kan volgens mij hier in de theetuin van de pastorie. Ik ga kijken. Super! Goedemiddag! Goedemiddag! En als ik me niet vergis, kan ik hier mijn pauzemomentje houden. Zeker, ja, zeker kan dat. En daar zit ik dan, midden in Gassel, in de theetuin B&B Pastorie Gassel. Met wie heb ik het genoegen? Met Franca Bekkers. Met Petra Dochtrom. Franca en Petra. Nou, Gassel, een theetuin onder de rook van de kerk. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, dat had wel een lange adem nodig. Wij zagen hier altijd mensen hun auto's neerzetten, gingen wandelen, fietsen. En er is er eigenlijk niks te doen op het plein. Dus heel vaak kwamen mensen vragen of ze even naar de wc mochten of een flesje water vullen. En toen dacht ik van ja goed, misschien kunnen we dan hier wel iets gaan maken. Dus met de gemeente in contact gekomen. Maar goed, dan moet je echt een officiële vergunning. En ik geloof wel in stuk of vier verschillende richtingen moet je dan een vergunning aanvragen. Dus uiteindelijk hebben we hem dan wel gekregen. Ja, en daar zijn we blij mee. Ja, en het grappige is, hij is helemaal niet altijd open, hè? Wat zijn jullie openingstijden? Nou, dat is net hoe de wind waait. We hebben alle twee onze baan, dus als we vrij zijn en de zon schijnt, dan gaan we open. En niet vaste dagen, vaste tijden. Nee. Dus echt een plek voor een pauzemomentje van de dag, wanneer het zo uitkomt. Maar hoe weten wij dan dat jullie open zijn? Nou, dan hangt het vlaggetje met koffie uit. Zo simpel is het. Ja. Jullie zijn open, de vlag is. Ja, de vlag is er en het fietsje staat voor op het plein. En wat serveren jullie al zoal? Ja, wat serveren we? Koffie, thee, espresso, cappuccino. We bakken zelf appeltaart of een muffin. Ja, dat soort diverse soorten thee en verse munthee en gemberthee. Verse chudorans. Ja. En soms is het op. En dan hebben we nog een gevulde koek. Die hebben we altijd. Dus er is altijd wel iets te snacken bij. Ja. Maar als jullie iets erbij hebben, nou ja, behalve die gevulde koek dan, dat is wel huisvlijt. Jullie gaan zelf aan het bakken? Ja, we gaan zelf bakken. En het is toch wel lastig inschatten van, goh, hoeveel moet je gaan bakken? Dus ook regelmatig zitten we na sluitingstijd met de buren nog het appelgebak op te eten. Ah. En dat vinden ze helemaal niet erg. Nee, dat zal geen straf zijn voor de buren, toch? Nee, dat is geen straf. Nee. En we zitten hier in de oude pastorie in Gassel. Was er ook nog een boomgaard bij toevallig? Komen de appeltjes nog uit eigen boomgaten of gaat dit te ver? Nee, dit gaat te ver. Dat hadden we wel gehoopt toen we dit kochten. Dat de tuin achter helemaal nog zo zijn zoals hij was. Maar dat was dus niet, nee. Dus appeltjes komen van de groenteboer. Ja. Nou, is dit het pauzemomentje voor iets lekkers? Maar ik wil het er toch even over hebben. Jullie hebben ook een B&B, hè? Ja, dat klopt. We wonen nu 5 jaar in Gassel. En sinds 4 jaar hebben we dan Bed & Breakfast Pastorie Gassel. En we hebben 3 slaapkamers. En we kunnen maximaal 5 mensen via 1 boeking laten slapen. Ja. En dat loopt, want ik vraag me af, wat gaan mensen doen in zo'n dorp? Nou, we hebben echt hele verschillende mensen. Heel veel wandelaars en fietsers. Ja. Gasselse Bos, Kruinbergse Plas. Er is zoveel te doen hier. Ja, vooral rustzoekers. Ja. Ja. Die gewoon lekker de omgeving hier willen bekijken. En ook alle leeftijden eigenlijk. Ja. Ook van bruiloften van de Tongelaar hebben we gasten vaak. Dus ja, het is heel divers. Ja. Maar mensen komen altijd en die hebben altijd goede zin. Dus dat is wel gezellig. Ja. Merk je dan ook dat mensen voor een langere tijd komen? Of is het van 1 tot 2 dagen of zo? Sinds dit jaar, sinds de corona merk je wel dat mensen 2 tot 4 dagen blijven. Ook zoals dit jaar hadden we veel meer gezinnen.
Wat je wel merkt is dat mensen later boeken. Dus alles steeds afwachten. Maar goed, we draaien hartstikke goed. Dus het is hartstikke leuk om te doen. Ja. 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 En dan met zo'n theetuin erbij. Hoeveel tafeltjes heb je? Hoeveel mensen kan je hier kwijt zo ongeveer? Ja, sinds dit weekend hebben we dan het gras gelegd. Dus daar willen we dan volgend jaar wat zitjes maken. Maar we willen het vooral klein houden. Gewoon gezellig, ja. Lekker kneuterig. Dat vooral. Kleinschalig. Kleinschalig, ja. Komen er ook mensen uit Gassel die zeggen van... ik ga eens kijken om ergens anders mijn thee te drinken dan thuis... Ja, dat was natuurlijk niet onze opzet, want er zijn hier gelegenheden voor de oudere mensen eigenlijk ook om een kopje koffie te drinken. Maar veel zijn toch wel nieuwsgierig om het eventjes te ervaren, om in de tuin te zitten, een kopje koffie drinken. Maar we hebben toch al wel verschillende gehad. Maar ook wel mensen uit Escaren bijvoorbeeld, die dan toch als doel hebben om hierheen te lopen. Vaak met wandelen wil je een doel hebben en dan lopen ze hierheen. En die komen ook wel vaker terug dan in het weekend. Ja. Petra, Franca, jullie zijn geen echte Gasselse mensen. Dat is helemaal niet erg. Maar hoe is het dan om in zo'n dorp te wonen en daar dus die theetuin te beginnen? Nou, we wonen heel erg graag in Gassel. Eigenlijk vanaf het begin hebben we ons heel erg welkom en thuis gevoeld. Ja. Absoluut, ja. Kijk, je moet natuurlijk zelf ook wel energie steken in dingen. Dus wij doen ook aan heel veel dingen gewoon lekker mee. Daardoor ontmoet je gewoon heel veel mensen. Ik bedoel, het eerste jaar waren we de adjudanten van de prins. Nou goed, dus heel Gassel kent jou al. Wij niet heel Gassel natuurlijk. Maar daardoor kom je wel makkelijker met andere mensen in contact. En dat is gewoon, daar houden we wel van. Een beetje gezelligheid. Ja. Brabantse nachten zijn lang. Het is gewoon een heel gastvrij dorp. Ja. Dus komt u in de buurt van dit gasvrije dorp met de fiets, wandelend of hoe dan ook. En heeft u zin in een kopje thee of koffie? En hangt de vlag uit? En staat de fiets op het plein? Dan zijn wij open. En zijn jullie van harte welkom. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan.